We hebben op dit moment 31 aanmeldingen. We gaan van start. Het is nu 3:30 en zometeen start eigenlijk de laatste sessie van deze week. De sessie die gaat met name over de opzet van de leeromgeving rondom zoeken en vinden. Laura Verschie van de gemeente Amersfoort gaat ons zometeen daarin meenemen. Deze sessie maakt onderdeel uit van een aantal sessies die deze week georganiseerd zijn in het kader van grip op informatie. En deze informatie zal en deze presentatie zal aflopen ook gepresenteerd worden en gedeeld worden met jullie op onder andere op de KIA-website en op VNG Forum. Daar zal ik straks ook even de URL van geven, dan weet u in ieder geval waar u kunt terugvinden. Even van belang, we zitten met meerdere deelnemers, op dit moment 32 in de call. Van belang is even om de microfoon uit te schakelen. Dus als het goed is, ziet u beneden uw scherm een aantal icoontjes staan. Daar ziet u een camera staan, die kunt u uitschakelen. En ook de microfoon, want daarmee voorkomen we enige interferentie. Wilt u vragen stellen, dan ziet u op een gegeven moment de derde icoon van rechts. Dan ziet u op een gegeven moment de chatfunctie. En daar kunt u op dat moment ook uw vragen stellen. Het kan zijn dat er veel vragen worden gesteld. Bij de ene sessie is er veel meer dan bij een andere keer. We proberen zoveel mogelijk vragen tijdens de sessie te beantwoorden. Het kan zijn dat of een vraag heel specifiek is, dus niet echt geldt voor de hele groep. Nou, dan gaan we hem hierna persoonlijk beantwoorden. Het kan ook zijn dat er gewoon heel veel vragen zijn en dan kunnen we ook helaas niet alle vragen nu beantwoorden, maar het voordeel van de chat is, de vragen liggen vast en dan komen we vanzelf daar dan op terug. Nou, Jeroen geeft al aan in de chat waar u een en ander kan terugvinden. U ziet het straks ook in de slides, zodat u het makkelijk op een gegeven moment een en ander kunt terugvinden van waar de presentatie te vinden is en hoe u die weer kunt opvragen. Nou is het niet de bedoeling dat u alleen maar deze informatie tot u neemt en zegt van god, dat was interessant en dat was het dan. Doelstelling is eigenlijk van deze sessie dat u met de informatie die u ziet en die u hoort op een gegeven moment aan de slag gaat en de ervaringen die u heeft weer deelt op KIA of op VNG Forum. Op die manier komen we met z'n allen een heel aantal stappen verder eigenlijk in het ontwikkelproces rondom duurzaam archiveren en informatievoorziening. En dat is uiteindelijk ook de doelstelling waar we deze sessie voor ook hebben opgezet en wat we ook beogen. Dat is dat we de ervaringen met elkaar gaan delen en op die manier gezamenlijk snelle stappen kunnen gaan zetten. Goed, graag zou ik het woord willen geven aan Laura Verschie. Zij gaat zichzelf introduceren en zal u meenemen in de presentatie rondom de leeromgeving. Laura, aan jou het woord. Ja, nou, ik ben Laura Verschie. Ik ben projectmedewerker in de gemeente Amersfoort binnen het project Archiveren en Bewaren. We houden ons bezig met het inrichten van rechtmatig informatiebeheer. En waarbij ongeveer, ja, rekening houdt met 340 applicaties en 10 kilometer analoge archief moeten organiseren. Dus er moeten maatregelen getroffen worden die ervoor zorgen dat wet en regelgeving op het gebied van de archiefwet en de AVG juist worden toegepast en geïmplementeerd. Nou, dat is een beetje wie ik ben, wat ik doe. Ja, een volgende. We gaan kijken naar hoe voorbeelden van hoe kun je bestaande oude werkwijzen doorbreken. En welke afspraken maak je met elkaar? En welke vormen van opleiden zou je kunnen toepassen? En misschien goed om aan te geven is dat deze presentatie ook is om ideeën en voorbeelden en concepten te delen. Hoe doorbreek je bestaande oude werkwijzen? Wat wij in Amersfoort doen is eigenlijk het inzetten van opinieleiders, waaronder key-users. Eigenlijk zijn alle gemeenten en andere organisaties op zoek naar manieren om medewerkers mee te nemen in digitale veranderingen. En die veranderingen kunnen bij medewerkers weerstand oproepen. Er zijn natuurlijk ook medewerkers die er positief tegenover staan.
En verandering als een kans zien of als een manier om te leren en te groeien binnen hun eigen functie. Om veranderingen in werkwijze door te voeren is het aanraden om een opinieleider aan te wijzen in de vorm van een key user. Een key user is een persoon die verantwoordelijk is voor de bewaking van één of meerdere standaard procedures. En het is voornamelijk iemand die veel informatie heeft en ook de medewerkers kan ondersteunen en eigenlijk positief kan beïnvloeden. Binnen gemeente Amersfoort zijn dit de ondersteuners van de afdelingen. En die zijn aangewezen als key user en die worden hier dan ook voor opgeleid. Dus zij zijn eigenlijk degene die het meeste weten over een bepaald proces. Maar mag naar de volgende case. Key users weten alles van het programma. Zij gebruiken het zelf ook. En ze zijn altijd bereikbaar voor hun collega's. Dus zij bieden eigenlijk de eerste hulp. Wanneer er vragen zijn, dan zijn zij aanspreekbaar. En daarnaast zijn ze dus ook ambassadeur. Zij zorgen ervoor dat eigenlijk de medewerkers meegenomen worden in de verandering. En het voordeel van zo'n key user is dat het een collega is. Dus niet het management wat zegt wat er moet veranderen. Maar een collega die kan enthousiasmeren en reclame maken eigenlijk voor de wijzigingen. En daarnaast zorgt deze dat er werkbeschrijvingen beschikbaar zijn voor de medewerkers. Dat was het bovenste stuk, train de trainer. Maar misschien kan jij deze pakken, Kees? Ja, is prima. Als we praten over het train de trainer concept, dan wordt er eigenlijk mee bedoeld dat je kunt twee manieren doen. Je kunt continu proberen eindgebruikers op te leiden vanuit één centraal punt. Of je gaat de key users opleiden. En die key users, juist omdat die onderdeel zijn van de organisatie en ook begrijpen hoe een gebruiker ook werkt, omdat ze zelf onderdeel vormen van zo'n team, krijg je eigenlijk makkelijker de materie over de bühne, omdat zo'n key user, die kan naast die gebruiker gaan staan, heeft zelf doorleefd wat die gebruiker meemaakt en kan derhalve ook veel beter die gebruiker op zijn eigen competentie aanspreken en begeleiden op het kennisniveau wat zo'n gebruiker heeft. We hebben hier een voorbeeld uitgewerkt van een data search. Dus als op een gegeven moment bij gemeente Amersfoort data search wordt toegepast. Hoe train je dan zo'n gebruiker? Waar moet je dan aan denken? Dan maak je het ook even wat inzichtelijk. Nou, een van de eerste dingen die we doen is bijvoorbeeld het stellen van eisen aan wachtwoorden. Wat je wel eens ziet en wat iedereen denk ik wel eens meemaakt, is dat je als je ergens aanmeldt op een website, daarin staat op een gegeven moment een wachtwoord moet 13 posities lang zijn en er moet een apostrof in en er moet een punt komma in verwerkt zijn en hoofdletters en kleine letters enzovoort. Nou, je voelt alle vormen van weerstand gaan ontstaan. Wat zo'n key user doet, is niet meteen zoiets neerleggen, maar veel meer ook ingaan van joh, waarom doen we dingen zoals we doen? Met name ook het begrip te kweken van de dingen die eigenlijk vast worden gelegd in bijvoorbeeld een beveiligingspolicy binnen een organisatie. Nou, zo wordt er bijvoorbeeld ook gesproken over doelbinding. Veel mensen snappen het woord doelbinding niet en denken dat je met autorisatie alles kan oplossen. Nou, in de praktijk zie je dat autorisatie van allerlei gegevens heel erg lastig is, heel erg bewerkelijk is. Juist ook omdat binnen een organisatie ook gewerkt wordt met tijdelijke medewerkers. En dan zie je vaak het verschijnsel doelbinding ontstaan. Even als voorbeeld, dan wordt er gezegd bijvoorbeeld in het sociaal domein, u kunt bij alle vormen van data in het sociaal domein, denk bijvoorbeeld rondom de WMO of de jeugdwet, maar het is niet de bedoeling dat u die gegevens opvraagt als u die gegevens niet nodig hebt voor uw functieuitoefening. Wat we natuurlijk in het verleden een paar keer hebben gezien, was dat als een BN'er binnen bepaalde stadsgrenzen kwam wonen, dat je in één keer zag dat er een piek op vraag ontstond richting zo'n BN'er. Nou, dan voel je al je beklompen aan, hier vindt eigenlijk oneigenlijk gebruik plaats.
Dat wil je voorkomen. En dus je gaat ook aangeven bij gebruikers van joh, in het kader van doelbinding mag je bij al die gegevens, mits dat noodzakelijk is voor je functie, we loggen ook regelmatig, we kijken ook. En je wordt ook op aangesproken als we merken dat je dingen opvraagt die niks met je functie van doen hebben. En sterker nog, daar kan ook een sanctie op zitten. Je probeert dus met train de trainer niet alleen aan te geven van hoe je het georganiseerd hebt, maar ook de beweegredenen erachter en wat voor gedrag je verwacht van zo'n gebruiker. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld waarom geen gegevens mee op USB-stick naar huis. Nou, daar kun je ook allerlei voorbeelden van verzinnen wat daar mis kan gaan en waarom we dat niet doen. In een aantal gevallen kun je ook zelfs USB-poorten kun je disabelen. Dat ze op een gegeven moment ook niet meer bij kunnen. Maar je kunt het allemaal toelichten waarom en het hoe enzovoort. Daarnaast kun je ook aangeven van bij zo'n trainer-trainer-concept van mocht er incidenten voordoen en een medewerker ontdekt iets dat niet goed gaat, meld het dan. En geef dan ook aan dat als je dingen meldt, dat het in een aantal gevallen ook helemaal geen klikken is, maar juist zorgt dat je je eigen organisatie, maar ook je mede-collega's beschermt en ook je medeburgers beschermt, juist door tijdig te melden. Dus niet je ogen te sluiten. Nou, andere voorbeelden die we ook zien is wat we ook wel eens zagen bij een gemeente, dan werd op een gegeven moment gezegd, we gaan zaakgericht werken en we gaan zaaktypes invoeren, kortom. Er werd heel veel geredeneerd bij bijvoorbeeld vanuit de DIF-afdeling en de medewerker zelf werd eigenlijk een beetje vergeten. Dus de medewerker werd dan niet meegenomen, waarom gaan we werken met zaaktypes? Dus die kregen het meer opgelegd en dachten we, nou ja, het zal wel weer, iemand heeft wat verzonnen, we moeten met zaaktypes aan de gang. Maar door mensen mee te nemen in dat proces, waarom doen we dingen zoals we doen, bijvoorbeeld als we zaaktypes invoeren, daarin zit bijvoorbeeld een vernietigingstermijn aan. Er zit ook een documentsoort aan enzovoort. Waardoor het makkelijker wordt om ook weer informatie terug te vinden. Dat leidde bij gebruikers veel meer tot begrip. Nou, hetzelfde geldt voor metadata. Als je bij gebruikers aan de tafel gaat zitten en gaat vertellen wat is metadata. Ja, klappen meteen een aantal gebruikers dicht. Die denken van, oh jee, dat is weer zo'n DIF-term. En daar wordt DIF weer blij van. Maar als je gaat praten over van jongens, maar als je een digitaal informatieobject hebt, dus een bestand of wat dan ook, en je voorziet dat niet van aanvullende informatie, kun je het straks niet meer vinden. Daar zegt iedereen van, ja, daar heb ik inderdaad last van, want ik vind het al heel lastig om informatie te vinden. Juist door dat soort voorbeelden te geven en mensen te confronteren met het probleem waar ze nu tegenaan lopen en de oplossingen die daarvoor zijn en dat die gebruiker daar onderdeel van is, dat zorgt voor die acceptatie. Nou, en last but not least, dat laatste zie je natuurlijk ook nog wel eens keer, dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, van in de haast sla ik allerlei dingen lokaal op. En dat is allemaal hartstikke leuk voor je eigen lokale archief. Maar de hele organisatie kan er niet bij. Nou, als je een paar van dat soort voorbeelden meegeeft, dan snapt iedereen van verrek, dit is dus niet handig. Laten we zorgen dat we die informatie centraal opslaan. En hoe moet je dat dan doen? Enzovoort. En zo kun je een aantal mensen meenemen. Nou, dat zijn eigenlijk een aantal voorbeelden, ook bij de gemeente Amersfoort, die we daar hebben toegepast. En waardoor je ziet dat dit soort informatie gaat landen en dat mensen op dat moment ook houding en gedrag gaan aanpassen. Nou, Laura, jij weer? Ja. Kees, Laura, er worden een aantal vragen gesteld in de chat. Ik zal even mijn camera ook aanzetten. De allereerste vraag wordt gesteld door Anthony, Anthony, net hoe ik het uit moet spreken. Hij wil nog even iets meer terug horen, graag wat de relatie is tussen hetgeen jullie net hebben verteld, die inleiding, en het onderwerp leeromgeving zoeken en vinden. Dat is eigenlijk de allereerste vraag die zo net gesteld is. Zou jullie dan nog iets meer toe kunnen lichten? Laura, wil je hem toelichten? Als jij veranderingen in je organisatie op digitaal gebied wilt bewerkstelligen, dan moet je kijken hoe krijg ik medewerkers daarin mee. Dat is het stukje wat ik verteld heb. Dus ik weet niet of dat... Denk ik voor de duidelijkheid, denk ik van de toehoorders gaat het meer om van, ja, behalve dat je het inricht, moet je mensen daar ook toe opleiden om er goed mee om te gaan. Ja. Dat klopt. Om tot die verandering te kunnen komen. Ja. En wat mij betreft helder hoor. Maar ik dacht, ik stel het nog even aan de orde. Ja, maar is heel goed hoor. En dat is eigenlijk ook waarom Laura dit vertelt. Hè? Want die heeft een aantal voorbeelden ook opgehaald bij een aantal gemeenten. Hoe zij met hun gebruikers omgaan, waardoor je makkelijkere informatie weer kan vinden in je eigen organisatie. Dus dit zijn een aantal instrumenten
die je kunt inzetten om te zorgen dat je gebruikers gaat meenemen, omdat houding en gedrag gaat wijzigen, dusdanig dat informatie eenvoudiger gevonden gaat worden. En dus dan kijken we even los van de technische structuren, als metadata of MDTO of TMLO, dat is allemaal waar, maar dat moet je gaan toepassen. Dus die gebruiker, die moet je meekrijgen in die vormen van verandering. En daarom is deze sessie zo van belang, want hier wordt eigenlijk ingegaan, hoe ga je dat gedrag nou beïnvloeden? Ja, zeer zeker eens. Mag ik nog twee vragen aan de orde stellen die zijn gesteld? Tuurlijk. De eerste is een korte vraag, denk ik. In die zin, ze willen iets meer toelichting op key users. De key users, zijn dat dan mensen met diverse functies die dit erbij doen? Volgens mij wel, maar jullie mogen het vooral toelichten. Ja. Ja, dit zijn eigenlijk gewoon medewerkers of collega's die deze rol krijgen. Dus het is iemand met andere werkzaamheden die ambassadeur is voor een bepaald doel. Ja. Ja, klopt. Als ik uit mijn eigen ervaring mag spreken met eerdere leveranciers, is dat je key users vaak mensen die gewoon in de organisatie werken, dan wel bij een gemeente. Ik heb zelf wat meer ervaring bij zorg. En dan krijgen ze een rol om met een bepaalde tooling om te gaan, maar ook om het mede in te richten vanuit gebruikersperspectief. En dat dan naar de organisatie kan vertalen, maar ook weer naar de leverancier, om daar zo goed mogelijk mee te kunnen werken. Klopt dat een beetje bij mijn beeld, Laura? Ja. Ja. Ja, en de, ik zie dan de andere vraag van de floorwalker. En dat is dan eigenlijk... dat is een term die ze in Amersfoort eraan hebben gegeven. Dat is eigenlijk iemand die meer op technisch gebied ondersteunt. Dus wanneer er vragen zijn... Dus komt later nog in de presentatie... wanneer vragen zijn op technisch gebied, dat zij altijd bereikbaar zijn. Oké, nou hartstikke goed. Volgens mij hebben we even alle vragen weer behandeld, dus kunnen jullie door met het verhaal? Welke vorm van opleiding kun je inzetten? Nou, is misschien een open deur van welke mogelijkheden er allemaal zijn, maar we hebben ze even op een rijtje gezet. Mogelijk hebben jullie zelf ook nog ideeën daarbij. De eerste is gemeente Venlo. Die zet voornamelijk e-learning modules in. We gaan naar de volgende. Kees. Ja. Ja. Oké, hoor. Ja. Ze bieden e-learning modules aan voor verschillende onderwerpen. Bij e-learning modules is het voordeel dat het tijds- en plaats onafhankelijk is. Dus de medewerker kan leren wanneer hij wil. We hebben ook bedacht, het nadeel is dat je, als organisatie... niet weet op welk moment iedere medewerker op hetzelfde niveau zit. Dus het is maar net waar je de voorkeur aan geeft. Maar als je wil dat elke medewerker op hetzelfde moment op niveau zit, kun je misschien beter voor een andere tool kiezen. In Amersfoort is op dit moment Amersfoort Digitaal bezig. Dat is een overgang van naar het zaaksysteem, een nieuw zaaksysteem. En wat er dan gedaan wordt, is dat er workshops worden gegeven en ook middels quiz. Op deze manier maakt het voor de medewerker interessant. Vaak wil je toch het goede antwoord geven. En krijgen de medewerkers enthousiast om deel te nemen. En de vragen, daar moet je goed over nadenken. Waar lopen medewerkers in de praktijk tegenaan? En laat die dan ook terugkomen. Ja, en charmant denk ik, hè, wat we hier zien bij de gemeente Amersfoort. Hè, die hebben dus zo'n workshop quiz met bijvoorbeeld Kahoot.
Waardoor je op een hele plezierige manier eigenlijk kunt inventariseren in hoeverre is de kennis nou eigenlijk geland. En is houding en gedrag in overeenstemming met datgene wat we eigenlijk beogen. Dus hier heb je een voorbeeld, waar wordt bijvoorbeeld in Kahoot wordt gezet. Erik werkt tijdelijk samen met een collega aan een andere afdeling, naar een conceptdocument. Hoe kan hij dan best samenwerken? Nou, dat is hartstikke leuk. En dan zie je op een gegeven moment dat een aantal mensen zeggen, nou heen en weer mailen. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Juist doordat je ziet dat een aantal mensen dan het verkeerde antwoord geven, weet je ook van, hé, hier moeten we nog op interveneren, want dat is nog niet even het juiste antwoord. En zo krijg je eigenlijk op een hele speelse manier inzage, wat is het kennisniveau? En kun je tijdig weer bijsturen, door weer aanvullingen daarop te maken, ook weer een nieuwe quiz op te zetten om te kijken van, landt het nu wel? Ja, wat doe ik met mijn e-mails? De kans is groot dat medewerkers hun mailbox als archief gebruiken. En dit is echt geen archief. En archiefwaardige documenten zullen dan ook ergens anders ondergebracht moeten worden. Dit is een voorbeeld van een vraag uit de quiz. Maar iets wel belangrijk om over na te denken als organisatie. Hoe licht ik mijn medewerkers in over waar ze e-mails kunnen laten? En ook te kijken van wanneer is het archiefwaardig en wanneer kan het gewoon verwijderd worden? Nou, hier nog zo'n mooi voorbeeld. Anke heeft een beleidsstuk over Arbo, die is vastgesteld. Waar slaat ze deze op? Nou, in dit geval in het zaaksysteem, onder een zaaktype die al is aangemaakt. Dus dit staat al in het systeem en ze hoeft het alleen maar toe te voegen. Dus eigenlijk weinig handelingen voor de medewerkers zelf. Hier had ik nog een stukje uitleg over die floorwalkers. Deze zijn dus altijd bereikbaar, telefonisch via e-mail. Ze kunnen ook langskomen bij vragen. En ze geven trainingen. En wat ook een belangrijk onderdeel is, is dat zij signalen die zij dus tegenkomen op de werkvloer ook weer terugbrengen naar de ontwikkeling van het systeem. Kun je nog het verschil aangeven tussen een key user en een floorwalker? Is de key user eigenlijk degene op de afdeling die mensen nog even met kleine dingen kan helpen en de floorwalker is degene als er een probleem ontstaat? Waar key user niet uitkomt? Okay. Klopt, en de key user is, zoals gezegd werd, ook gewoon een directe collega. Dus ja. Ik denk dat die extra makkelijk aanspreekbaar is voor kleine dingen of voor hulp. En die dus ook de medewerkers enthousiasmeert. Helder. Ja, hier hebben we een voorbeeld dat handleidingen voor de medewerkers als naslagwerk dienen. In Amersfoort gebruik ik SharePoint. Dus wanneer ik ergens tegenaan loop, kan ik gewoon zelf elk moment die handleidingen terugvinden. En even kijken, ja. Welke afspraken maak je met elkaar? Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste wijze van archivering en data. En van de documenten die tijdens hun werkzaamheden ontstaan. En de relevante informatie wordt gearchiveerd op de daarvoor bestemde plaatsen. Die volgens opgestelde regels zijn aangewezen. Dus ja, per organisatie kan het natuurlijk verschillen wat je met welke documenten doet. Dit vond ik een mooi voorbeeld van een infographic. Het is eigenlijk een snelle manier om, als je ergens een document hebt en je denkt waar moet dit heen? Kun je binnen één oogopslag kun je eigenlijk dit uitzoeken.
Dus het scheelt heel veel zoekwerk voor medewerkers. Van nou, waar kan ik die informatie nou vinden? Je hebt gewoon één afbeelding waarin je dat kunt vinden. Ja, is interessant, hè? In plaats van dat je allerlei stukken tekst opschrijft, hè? Met hele lange procesbeschrijvingen. Eén plaatje en dan heb je het meteen helder. Ja. Ja, en ik denk dat dit soort afbeeldingen ook sneller blijven hangen in het geheugen. Van, oh ja, dit is een plaatje en hier kan ik snel informatie vinden. Dus zonder lappen tekst te hoeven lezen. Ja, nou, dit is eigenlijk ook, valt er ook onder. Hoe zorg je dat de informatie beklijft? Bedenk een pakkend originele naam. Waardoor het in het geheugen blijft hangen. Heb jij hier nog iets toe te voegen, Kees? Ja, wat je hier ziet, is wat we noemen de schijf van vijf. Dat is een model van de gemeente Maastricht. En wat zij hebben gedaan is, ze hebben gezegd van, als we de gebruikers willen meenemen eigenlijk in dit hele verhaal, dan moeten we eigenlijk een model hanteren zonder allemaal diepgaande beschrijvingen, functiebeschrijvingen, procesbeschrijvingen enzovoort. Dat zie je af en toe wel eens gebeuren. En dan komt er een soort handleiding van 15 pagina's en dan, beste gebruiker, zo gaan we werken. Dan voel je wel een beetje aan van, zo'n handleiding is wel compleet, is ook volledig. Maar niet toepasbaar. Dat blijft niet beklijven bij gebruikers. Wat ze heel slim hebben gedaan bij Maastricht is toen hebben gekozen voor een bepaalde indeling. Wat we noemen de schijf van vijf. En daarmee hebben ze eigenlijk heel snel een overzicht gekregen van hoe ga je om met informatie met elkaar delen in een dossier. Hoe ga je samenwerken? Waar ga je dan de gegevens opslaan? En hoe zorg je dat het ook op lange termijn weer teruggevonden kan worden? En als we op een gegeven moment informatie moeten overdragen van de ene afdeling naar de andere of van de zorgdrager Maastricht naar een e-depot of wat dan ook, welke stappen zou je moeten doorlopen? En als je uiteindelijk ook gegevens moet vernietigen, bijvoorbeeld de V-stukken na verloop van tijd, hoe doe je dat dan? Wie doet het dan? Hoe werkt dat proces? En daaromheen dus zie je ook een hele groene schil en dat is dan de vijfde en dat gaat dan met name van hoe kun je nou zoeken, vinden en tonen? En het charmante eigenlijk hiervan is dat we in het verleden hebben gezien dat een afdeling DIF ging de organisatie in en ging uitleggen van beste mensen, we gaan zaakgericht werken en we gaan metadata toevoegen. En we hebben allerlei velden nodig en we gaan werken met TMLO en dan gaan we een TMLO mapping maken. Nou, je zag al die gebruikers al heel zweterig kijken van wat krijgen we allemaal op ons af, wat ingewikkeld is het en kan ik mijn vak nog uitoefenen. Maastricht heeft eigenlijk andersom gekozen. Die zijn eigenlijk de organisatie ingegaan en hebben gewoon de vraag aan de gebruikers gesteld. Beste gebruiker, kun jij eigenlijk gewoon je werk goed doen? Kun je eigenlijk je informatie vinden? En het antwoord was nee, geen idee waar onze informatie staat. Daarom gaan we allemaal lokaal dingen opslaan. Toen werd ook gezegd, joh, maar allemaal hartstikke leuk dat je het doet. Hè? Maar op die manier kun je dus niet met elkaar werken samen aan dossiers. Als iedereen op zijn lokale schijf wat opslaat. Nou, iedereen snapte dat, want iedereen had er ook last van. Toen heeft men eigenlijk gezegd van oké, als we nu een gemeenschappelijk uitgangspunt hebben, namelijk we kunnen de informatie niet vinden, we kunnen het ook heel moeilijk plaatsen waar wat staat, laten we dan met z'n allen een wat andere werkwijze kiezen, zodanig dat niet alleen jij informatie kan vinden, maar ook je collega. Nou, wat vinden van? Nou, iedereen enthousiast, blij en happy en gelukkig. En toen hebben ze gekozen van nou, dan gaan we werken met de schijf van vijf, dan kun jij niet alleen je informatie vinden en je collega ook, en we helpen elkaar. En eigenlijk hebben ze op basis hiervan een soort aanpak gekozen, heel eenvoudig, heel laagdrempelig, easy to use, gericht op die gebruiker, geen ingewikkelde archivistische termen, om te zorgen dat je met z'n allen die stappen kan gaan zetten. Nou, de crux zit hem eigenlijk in, niet alleen van hoe kan ik nou op een makkelijke, eenvoudige en eenduidige manier, en een manier die aansluit bij die gebruiker, dit soort informatie brengen richting de organisatie, maar ook om te zorgen dat je daarna mensen nog steeds kan aanspreken op hun houding en gedrag en zeggen van jongens, kun je nog steeds je informatie goed vinden? En dan hoor je vanzelf in zo'n organisatie, nou nee, het wordt toch weer wat lastig. Dat betekent dat het dus wat niet goed gaat, dat mensen toch weer terugvallen in hun oude gedrag. Dan weer pinpointen en zeggen van jongens, maar wat hebben we afgesproken op het gebied van samenwerken? Wat hebben we afgesproken op het gebied van opslaan en archiveren? En zo hou je eigenlijk die organisatie
levend en levendig. Nou, Laura heeft volgens mij een paar leuke voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld met Kahoot kun je gaan werken om te polsen. Van, hè, snapt iedereen nog hoe die moet werken? Waar zit die hiaten? En wat Amersfoort bijvoorbeeld weer heel goed doet, is werken met die floorwalkers. Hè, dus mensen die rondlopen en die key users. Die mensen scherp houden. En ook beoordelen van jongens, hebben eigenlijk de afspraken die we in het verleden hebben gemaakt, houden we ons daar nog steeds aan? Nou, als dat het geval is, zit je op de goede lijn. En als je merkt dat het wat minder gaat worden, even mensen weer aan de oor trekken. Hè, door op een speelse manier mensen te informeren. En dat zorgt dat die informatie gaat beklijven. De crux in dit soort dingen zit hem niet in eenmalig lesmateriaal optuigen of iets leuks verzinnen. Hoewel dat wel de basis is. Maar het zit hem in het consequent daarna mensen opvolgen. Het gedrag analyseren. Mensen daarop aanspreken. En zeker ook nieuwe medewerkers weer meenemen in dit stramien. Zodat eigenlijk de hele organisatie van rijp en groen meegaat in deze stroom. Waardoor die informatie steeds meer toegankelijk wordt. Gevonden kan worden en uiteindelijk ook toegepast kan worden in de verschillende dossiers waar die informatie dan van toepassing is. Laura. Ja, nou dat sluit eigenlijk wel mooi aan bij deze escape room. En daar gaat het voornamelijk om awareness. Dus bewustwording van met welke gegevens werk ik en wat voor een. Oh, hij gaat nu weer terug. Eentje verder. Oké, hij gaat terug. Ja. Ja, met wat voor gegevens werk ik? En wat voor een, regels hangen er eigenlijk aan het werken met die gegevens? Dit was dus een escape room in de kantine. Waarbij allerlei vragen werden gesteld. En je moest code kraken. En dat ging dan voornamelijk om de AVG. Dit werd echt zeer goed ontvangen door de medewerkers. Uiteindelijk is er dus een enquête gehouden. Van wat hebben de medewerkers eraan gehad. En dit werd beoordeeld als sowieso een leuke manier om collega's te leren kennen. Dus dat is eigenlijk een bijkomst. En dat het bijdraagt aan de bewustwording. En een leuke en spannende manier om kennis uit e-learnings die eigenlijk hiervoor zijn uitgevoerd, zeg maar, om in de praktijk te brengen. En er werd ook aangegeven dat eigenlijk de informatie die zij hiermee geleerd hebben. Voor hun waardevoller was dan alleen maar een e-learning doen. Eigenlijk door de ervaring blijft de informatie beter hangen. Kun je ook zeggen, Laura, dat door een wat speelsere manier van de opzet, dat die informatie dan beter blijft hangen dan het maken van een beschrijvend document? Ja, dat is wel wat de uitkomst was hiervan. Klopt. Dus dat betekent dat we gewoon op ons vakgebied, archivistiek en informatievoorziening, eigenlijk veel creatiever moeten gaan worden. Ja. Dat denk ik wel. Dat is leuk. Ja, nee, er wordt vak alleen maar leuk van. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Er komt nog even een vraag binnen, terecht even van Anthony Fokker. Die vraagt, hebben jullie de verantwoordelijkheden voor het opslaan van informatie ook benoemd in de leeromgeving? Kun je daar nog wat zeggen hoe jullie dat in Amersfoort hebben gedaan? Nee, dat weet ik zo eerlijk gezegd niet. Dan zou ik dat even moeten uitzoeken bij mijn collega's. Ja. Nou, anders kan ik daar wel even antwoord op geven, want dat is weer het voordeel dat ik zelf ook een paar jaar bij Amersfoort heb rondgelopen. Dat is ook meegenomen in het hele verhaal. En met name van wie doet wat op welk moment. Maar ook elkaar aansprekend. Als je merkt dat zaken niet of onvoldoende of onvolledig zijn opgeslagen, dat je mensen dan ook even kunt aanspreken. Dat is ook een onderdeel van de leeromgeving geworden. Het is niet alleen feitelijk wat, maar ook houding en gedrag en het aanspreken erop.
Laura, jij nog? Nee. Invullen. En dan gaan we even de volgende. Nou, die vragen die... Zijn er nog specifieke vragen richting Laura? En wat we hiermee beogen is eigenlijk aangeven en een aantal voorbeelden aanreiken. Hoe je als het ware materiaal kunt vormgeven om gebruikers mee te nemen in het kader van het beter vinden en zoeken van informatie. Waar je allemaal op moet letten enzovoort. En dan zie je, en dat, ik hoop dat dat in ieder geval overgekomen is, dat met name ook de vorm heel erg belangrijk is. Hoe het gaat landen en hoe gebruikers dan zich gaan gedragen om dat zoeken en dat vinden beter toegankelijk te maken. Wat we in het verleden heel vaak zagen, allemaal met procedures enzovoort. Nou, we zien dat dat allemaal lastig wordt en ingewikkeld. Maar juist door die speelse vorm te introduceren, blijven dingen ook veel beter hangen. En kun je vaak met minder inspanning veel meer effect bereiken. Dus we hebben hier, Laura heeft hiermee geprobeerd een aantal voorbeelden te schetsen, zowel als bij gemeente Venlo, als bij gemeente Amersfoort waar zij werkt, als bij gemeente Maastricht, als gemeente Coevorden. En we hopen eigenlijk met deze presentatie meer voorbeelden op te halen van vormen die werken in de praktijk. Dus als u bij een gemeente werkt en zegt, ja, we hebben ook een bepaalde vorm en dat werkt, zou u dat willen delen? Want ook daarmee worden een aantal gemeenten op een spoor gezet om hiermee aan de slag te gaan. Zijn er op dit moment nog vragen? Want dan ga ik even kijken of er nog vragen zijn. Nou, ja, ik vind het wel mooi, van hoe meer zintuig je gebruikt, hoe beter het beklijft. Ja, absoluut. Ja. Goed, als er geen vragen meer zijn, dan hebben we even nog de laatste afsluitende slides. Dat is, als u de informatie wilt terugvinden, dan kunt u dat terugvinden op VNG Forum. Nogmaals, de bedoeling is dat de informatie zoveel mogelijk met elkaar gedeeld wordt. Dus als u ideeën heeft of u heeft praktijkvoorbeelden, meld aan, zet het erbij, graag. Of stuur een mail naar Laura van Schie of stuur een mail naar mij. Dan pakken wij dit soort informatie op en dan verwerken wij dat weer in een nieuwe variant. In september tot en met februari gaan we een aantal regiosessies organiseren vanuit de VNG samen met het kennisnetwerk Informatie en Archief. Dat doen we samen ook weer met een aantal gemeenten. En die regiosessies die ziet u hier in beeld. Dat zijn ongeveer de weken waarin we deze bijeenkomsten in de verschillende regio's willen gaan plannen. Het kan qua datum nog wat schuiven. Mocht u in een van die regio's actief zijn en u zegt van hey, maar ik vind het heel leuk om met een aantal gemeenten binnen mijn regio alvast van tevoren na te denken over welke onderwerpen op de agenda gezet willen hebben, dan horen we dat heel graag. We kunnen daar specifiek op inspelen. Dus als u zegt van ja, maar het voorbeeld wat Laura allemaal schetst, dat is interessant om eens een keer met elkaar te bespreken. Ook om te kijken of er nieuwe voorbeelden zijn, horen we dat graag. Want dan kunnen we altijd Laura vragen om dan ook een van die onderdelen daarin vorm te geven en mee te denken met de verschillende vormen die zouden kunnen gaan ontstaan en op die manier met elkaar ook te delen. In september gaat ook nog een webinar plaatsvinden. Dat is heel specifiek voor raadsleden. Er is een boekje uitgekomen van de VNG dat heet Tussen Thorbecke en Filterbubbel. Ik ben het zelf ook alvast aan het doorlezen. Heel interessant, leuk om te zien. Mocht u raadsleden weten, wij zijn een attenderen daarop. Doelstelling is ook dat eind deze maand, mei, een aantal podcasts ook voor hen georganiseerd gaat worden op dit vlak. En last but not least, deze week hebben we heel veel gemeenten meegedaan aan de sessies van Grip op Informatie. Erg leuk. Ook heel veel enthousiaste reacties mogen zien. Daar zijn we alleen maar heel blij mee, want dat laat zien dat de onderwerpen die we geadresseerd hebben leven. Doelstelling is om in die week van 23 tot en met 27 november weer een week van Grip op Informatie te organiseren. De vorm waarin zijn we nog even aan het kijken. Of we dat in een fysieke sessie kunnen doen, of weer digitale sessies of een combinatie. Een en ander ook nog afhankelijk van de corona-ontwikkelingen, zullen we maar zeggen. Maar blokken in ieder geval deze weken en dan hopen we in ieder geval ook weer met een aantal onderwerpen weer een aantal slagen verder te zijn. Ook op basis van de input van de verschillende gemeenten, zodat we hiermee dan weer een vervolgslag kunnen maken met z'n allen. Om langzamerhand steeds meer grip op informatie te krijgen binnen het gemerkt domein. Nou, dan wens ik u een ongelooflijk prettig weekend.
Dank dat jullie op het laatste, want het is toch alweer laat op de vrijdag, nog deze sessie hebben willen meemaken. Laura wil ik danken voor je heldere uitleg, zodat we hier een vervolgstap mee kunnen zetten. En ik wens jullie een ongelooflijk lekker weekend en tot gauw weer. Bedankt, fijn weekend. Hey, tot ziens.